Ja, dus dat is één keer word je gewoon even keihard gehit en dan kom je er weer bovenop. Maar ik word steeds een beetje getortured en dan, oh nee, ja, nog meer torture, ja! Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon X Avatar Lock met Sander van Gaming SB. De vorige aflevering hebben we eigenlijk niet zo heel erg veel gedaan, we zijn vooral op zoek geweest naar Pokémon. Ik ga daarmee door en Sander die gaat nu door naar de Fierce Gym. En als hij bij de gymleader is, dan zegt hij tegen mij dat hij gaat bevechten en dan ga ik verder waar ik gebleven was. Ik wilde je dus playbacken, maar weet je wat ik deed? De sappige leerlingen van Justus Perkamentus in plaats van Shine Sprites. Tjonge. Ja. Waarom heeft Pinsir alleen maar fighting types attacks? Oké. Ja, ik moet even een Swiper neermaaien. Is de Viper? Ja. Dus. Ja. Dus Sander, vandaag ga jij dus de vierde gym verslaan. Dat mag ik hopen. Dus Viper poisoned mijn Squirtle. Oeh, als ik zo meteen weer een horde met Marines tegenkom, ga ik kijken of ik ze allemaal kan win it kill met Magnitude. Ja, ik vind het wel lastig dat, dat als je evolueert dat de namen tegenwoordig niet meer meegaan. Ik heb hem nu Squirtle genoemd, maar hij heet geen Blastoise. Je hebt het zo lastig. Onhandig is dat. Ik moet dat elke keer zeggen dat je lastig bent. Nee. Wel. Nee. Je bent een lastige jongen. Jij hebt zeg maar lastig uitgevonden. Als je naar de... Ik denk dat het dan wel bestond voordat ik... Nee, als je naar de encyclopedie gaat, dan zie je bij lastig zie je staan uitgevonden door Sander, omdat hij altijd lastig is. Nee. Oh kut, welke dingen... Ik was zo hard aan het nee schudden dat ik niet weet wat ik nu aan het doen ben tegen deze Miltank. Is het Whitney's Miltank? Straks doet hij rollout. Hij deed net rollout. Op je handen? En ik ben dood. Echt? Nee. Oh. Nee, dan had ik toch niet zo kampjes. En ik ben dood gezegd. Nee, dan zei ik... Wat, je bent dood? Hoor. Ja, zoveel damage. Ik doe het wel. Ik doe het wel op die manier van... Oh, ik ben dood. Maar bij jou is het meteen van... Er moet een massamoord gepleegd worden. Nee, maar ik heb gewoon connecties met mijn Pokémon. Dat jij dat niet hebt, weet je. Oh, ja. Dat is het dan. Dat is het. Ja, dat is het. Blijkbaar heb je geen connectie met je Pokémon. Je bent er al 6 verloren. Ja, maar ik heb bij allemaal een traantje weggepinkt. Mm-hmm. Dat kun jij niet zeggen. Jij was ik laat ze gewoon niet doodgaan. Moet je gehuurd? Nee, ja, nee, ja, moet je ik laat ze gewoon niet doodgaan. Dat is het. Dat is gewoon het beste voor hoeveel je. Hoeveel heb je er al niet dood of wel dood laten gaan? Dus 2. Volgens mij 5. 2. Zo. Oh. 2. En hoeveel in de vorige serie? Volgens mij 25. Daar hebben we het vandaag 20. Niet over. Nee, niet 25. 25 ongeveer, hè? Zo. Plus minus. Circa. Minimaal 15. Sander, spoel jezelf uit door. Minimaal 15. Voor mij was het 15. Hij hap. Sander. Ja? Ik zat net te denken, hè? Aangezien wij toch op de Avatar Lock grind zijn, hè? En wij elke keer falen in Pokémon Black and White 2, zeg maar. Misschien kunnen we die keer Avatar Lock, hè? Dat we wel tot de volgende, tot de vierde gym komen. Oké. Hey. Ik ben wel bang voor die games, man. Nee, snap ik. Wow, de Thunderfang hit na 5 keer missen. Zo, wat een... Wat een prachtig iets. Zeker. Het rotsappie. Rollerbeat. Ja, weet ik wat ik daartegen moet doen. Vrij weinig. Oeps, sorry Milan. Dat ging per ongeluk. Wat? Je wat ziet het laat wel. Nee, je ziet het laat wel. Ja, waarschijnlijk zie ik het dan niet. Ah, dat zou helemaal mooi zijn. Uh,
Dus deze Rillipede moet even dood. Protect. Ja, nee, dat gaat je niet helpen als ik switch. Gewone vurige Pokémon erin zetten. Ja, maar ik wil ook mijn Pinsir trainen. Ja, maar Sander. Paralyzed. I'm paralyzed. I'm trying to speak. Na 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 na. Sorry. Maar okay. Ik was wel echt paralyzed. Daardoor ging de Whirlypeed niet dood. Oh, niet eens een one-hit KO. Sander? Ja? Waarom val jij soms stil? Nee, dat denk ik best. Dat was niet... Jij valt heel vaak stil midden in de zin. En dan denk ik altijd dat er wat is gebeurd. En ja, is nee, maar dat... Nee, ja, nou... Ik miste. Ja. Of hij was niet in one hit KO, bedoel ik. En daarna deed hij Protect. En toen was ik mad. Dat is verdrietig. Mohim. Mothim. Nee, Mothim. Mothim. Dietim, oh nee. Don't let me gods, please. Sander, je moet ook niet naar je eigen facecam kijken. Nee, ik luisterde naar het verboden woord wat jij zei. Psychic? Het D-woord. Nee, het D-woord. En hij eindigt op een M. Ik snap het, Sander. Je hoeft het niet uit te... Hoezo snap je het niet? Gast, je hebt letterlijk die naam net gezegd. Jij luistert niet wat ik zeg. Ik zeg, ik snap het wel, Sander. Je hoeft het niet uit te leggen. Dat zei ik. Oh, oeps. Tjonge, nee, ja, dat... en maar niet luisteren naar mij. En hij is nog steeds niet bij de gym. Het duurt allemaal zo lang. Bro, ik heb wel de jongste nu verslagen, hoor. Holy damn, hoe lang is deze route nog? Die en nog een trainertje. Die route is helemaal niet lang. Ik denk... één trainertje en dan ben ik bij de volgende. Maar nee, hoor. Er zijn echt 3000 trainers. Oké, 3, maar... Gedeeld door 1000, ja. Nee, niet 3 gedeelde 1000, want dan kom je op... Nee, dat zei ik ook niet, Sander. Echt. Deponeer jezelf in de dichtstbijzijnde sprullenbak, alsjeblieft. Oh, wacht. Dit is wel een Sengoes. Ja, die hit wel hard. Dat merkte ik net ook. Ja, ik merk het. Maar dat geeft niet. Die killde bijna mijn Meowstick. Ja, dat kan gebeuren. Kan gebeuren, Mion. Ja, Sengoes is echt... Die attack is zo hoog. Kijk uit dat je niet over level 39 gaat met je Greninja. Nee, dat komt wel goed, komt wel goed. Nou, één voordeel. Ik hoef Pinsen niet meer op te trainen. Want? Die is dood door die Sengoes. Echt waar? Ja, ik denk, oh, Sengoes, oh, dat is normaal Pokémon. Oh, die kan ik wel eventjes dood maken. En daar hebben we de hele vorige aflevering aan besteed. Yep. Dat is wel oef. Dat is wel een big oef zelfs. Ik kan me er niet druk over maken. Big oef in de comments voor Sander. Ik ga me er niet druk over maken. Goed zo, ik ben trots op je, Sander. Je kan het. Ah! Oké, okay, dat moest even uit. Ik ben zo boos op deze game. Nee, dat lag wel echt aan mezelf. Ik geef toe, dit lag gewoon echt aan mezelf. Ik wist dat Sengoes fucking hoge attack heeft. Dus dat lag echt aan mezelf, maar... Is dit nog steeds niet... Hele haven nog steeds geen... Geen stadje, hoor. Nee, je moet zeg maar helemaal rechts in het haven bij zo'n rail zeg maar naar boven word je dan. Je bent er bijna niet. Je bent al in de juiste stad al. En die stad bestaat uit 2 delen. Oké, dit is een construct worker man. Oh, daar moet ik niet tegen praten. Dan moet ik hierin. Gewoon, ja, helemaal rechts in. Oh, professor Boom. Professor Boom. Ja, die is wel accuraat. Professor Boom 6. Om precies te zijn. Ja, eigenlijk wel, ja.
Do not run. Oh, there. Fly! Ik kan vliegen. Vlieg, mijn beste vriend. Nou, je kan ook niet vliegen, want dan moet je eerst de gym voor verslaan. Wat? Hoezo kan ik niet boarden? Oh, ik moet niet tegen die gast praten. Oké, okay. Je gaat me haten, maar dat maakt niet uit. Ga ik jou haten? Ah, het was alleen in die cutscene van Sycamore, want dat boeide me echt geen fuck. Ja. Sorry. Gedisqualificeerd. Maar welke Pokémon ga je nu inzetten voor Pinsir? Ikerby. Nee. Yeah. Niks. Niks? Fuck it. Ja. Fuck it, ik ben er helemaal klaar mee. Welke, wat is de eerstvolgende Bug-type die ik mag vangen die ook een beetje goed is? Ga ik even voor je kijken, ja? Nee, ik neem wel Marie, of Sean mee. Voor nu. Wacht, welke types mag je ook al? Yeah. Jij mag ook Dragon, maar je hebt al een Dragon Pokémon, hè? Ja, ik heb Tyrant. En de volgende route, zeg maar, na de vierde gym, mag je Gibble vangen. En Slugma. Slugma heb ik niet zoveel aan at the moment, maar oké. Okay. Nee, maar die Gibble, die heeft zeker 5% of zo weer. Nee, 20. Oh! Maar je mag ook Trapinch vangen, dat wordt ook een Dragon Pokémon. Dus, en dan heb je in plaats van Diggersby, heb je dan Trapinch als een Ground Pokémon. Ja, maar Garchomp is ook een Ground Pokémon, hè? Ja, dat weet ik. Ja, nee, oké. Maar aangezien je al een Dragon hebt, dacht ik, weet je, een Flying Dragon, daar heb je misschien meer. Oh, zo had ik hem nog niet bekeken. Maar ik vind Garchomp wel vetter. Flygon is helemaal geen Flying, of wel? Flygon is volgens mij ook Dragon. Ja, ook Ground Dragon, ja. Ja. Dan moet je zelf maar even kijken. Ja, dan ga ik voor Garchomp. Oké, nou, ik heb... Ik mag in die route helemaal niks vangen. Ik heb geen idee waar de... Hoe heet het is? Dat is die grot. Oh. Alleen, je moet nog wel tegen Serena vechten. Ik merk het. Weet je wat ze zei? Mega Evolution. Is wel zo. Ja, dat klopt. Ik heb trouwens voor nu toch eerst Sean meegenomen. Het schaap. Oké, nice. Voor als Jolteon overleed. Oh, als dat gebeurt, dan stop ik ermee. Dan gaan we wel Black and White 2 doen, joh. Wauw. Sure. Dat deed ik toch ook niet bij de vorige aftalog, waar ik elke aflevering een Pokémon kwijtraakte. Dat is waar, maar... Bruh, ik heb al zoveel goede Pokémon verloren. Bij de vorige aftalog had ik gewoon in één keer een heel team kwijtgeraakt. Weet je dat nog? In Slateport City. Ja, dus dat is één keer... Word je gewoon even keihard gehit en dan kom je er weer bovenop. Maar ik word een beetje getortured en dan... Oh, nee, ja, nog meer tortured. Je houdt nog superveel goede Pokémon's over. En ik had elke keer dat gewoon hele teams weg waren. Ik had bijna 20 deaths in die hele serie, hè. Nu ben jij er ook al bijna. Ja, nee, je zit nu op 7, toch? 7? Nee, nooit. Volgens mij wel. Volgens mij zit jij nu op 7. Ik zit minimaal 10. Nee. Ik denk 7, want bij aflevering 12 stond je volgens mij op 5. In aflevering 13 één Pokémon verloren en nu weer eentje. Dus volgens mij sta je op 7. Nee, ik ga eerlijk met je zijn, maar volgens mij stond ik op 8, want toen ik in mijn box keek... Toen was volgens mij anderhalf regel gevuld. Oh, kijk straks maar voor de zekerheid, maar ik zie het wel met het editen. Ja. Charge. Nee, dat hoeft niet. En zo meteen gewoon Houndoom vooraan en dan huts door die hele gym heen. Ik doe mijn best. Ik weet niet of je flamethrower hebt of zo. Ik heb
Firefang, volgens mij. Oh, Firefang. Ja, dat ga ik nu zien tegen de Quilladin. Firefang is wel 95% accuracy, toch? Ja. Ik heb hem ook al een paar keer gemist. Het one-hit KO niet eens die Quilladin. Ik ben ook... Mijn hound doet het niet hoog genoeg level. En volgens mij heeft Quilladin ook best wel een hoge defense. Ja, ik ben level 34, dus dat is niet heel hoog. Ja, het is wel gewoon redelijk voor... Mijne waren ook niet hoger, want ik ben er met... Oh ja, ik ben er wel met mijn starter in gegaan. Die was wel... Level 6. Arena keek wel echt heel sad toen ik er versloeg. Voel me haar schuldig. Behalve dat het game karakter is. Ja. Dus boeien, buurt. Kom op, evolueer in een zo'n Flavie. Ja hoor. Ik heb een Flavie. Flavie? Ja, dubbel A. Oh ja, nee, wacht. Nevermind. Flaflip heb je. Opnieuw leert hij charge. Ik zo net, nee, je mag geen charge leren. Ja. Mijn Flavie. Please, ik wil charge leren. Oké. Ik heb het genoten. Ik doe er alleen niks mee. Ik ben echt super streng als baasje van Flaffy. Ik merk het. Jij bent zo'n dictator. Oh, wel. 8. 8 Pokémon verloren. Oh, 8. Oh, ik zei 7. Ja, nou, dat zat ik best in. Ja. Ik zei volgens mij wel 8. Maar jij zei net minstens 10. Ja, daarna zei ik, nee, volgens mij, trouwens was het, volgens mij zei ik dat op een gegeven moment wel. Ja, je zei zo wel niet... op een gegeven moment 8, ja. Dat klopt. Zo niet, dan heb ik gelogen. En als nee, je zei er volgens mij wel. Ik dat ik brand in de hel of zo. Nou, dat hoop ik sowieso. Ja. Nou, dat gebeurt sowieso al, dus dat maakt niet daarom, uit. Daarom. Oh, ben ik helemaal naar de Pokécentrum gelopen. Weet je wat ik niet gedaan heb? Healed. Ja. Classic move. Classic, wat was dat? Soul Link? Soul Link en... Ik moet zeggen, in Case Lock waren we ook nog aardig goed in, hoor. Ja. Yeah. Zeker. Nou, pest me maar, Jim Leader mannetje. Demi Sage. Oké. Firefang. Weet je wie hier handig was geweest in deze gym om te trainen? Pinsir. Nou, valt wel mee, want ze zijn best wel hoog level. Dus. Ja, daarom en dat het allemaal weer lang gaat duren en zo. Ja, maar mijn Firefang is. Het is wel een 1 KO, nevermind. Ja, ik denk dat die Quillet dan gewoon heel veel defense had. Ja, dat zou kunnen. Ja, of jouw Houndoom is special eigenlijk. Kan ook. Oh, ik denk dat dat het is dan. Ik kan niet eens lopen, gast. Dat is echt sneu. Dat doet me denken aan Pokémon Crystal Bingo. En ik ook niet kon lopen. Wat een hele leuke video was. Totdat de laatste 5 minuten. Dan moet je gewoon niet kijken. Ja, ik heb hem Justin laten zien. Die zei ook weer. Hoe kan het dat jij zoveel geluk hebt? Heb je de goede versie of de slechte versie laten zien? De goede versie. De goede versie. Oh, dus die op mijn kanaal. Nee, nee, okay, nee, dan nee, nee, die op mijn kanaal. Maar dat was leuker. En weet je, oh ja, dat moest ik trouwens nog tegen jou zeggen. Ik kreeg vanmorgen een appje van Justin. Die zei van, hoe vet zou het zijn om een keer zo'n triple avatar lock, of zo'n triple crystal bingo te doen. Dat we met z'n drieën tegelijk dat doen. Ja, ik ben voor. Ja, ik ook. Als ik de tijd heb, ooit, nog een keer. Ja. Pas wel. Dus nee, ja,
Ik vind haar hartstikke leuk, dus... Ja, dat dacht ik al, dus ik zei van, dat lijkt me ook een goed idee. Ik weet niet... Oké, deze trainer hoef ik niet te verslaan. Dus dat ga ik ook mooi niet doen. En dan zeggen jullie allemaal, maar Sander, XP! En dan zeg ik, Windows. Windows XP? Ja. Chillen. Je bent een maffende case. Dat hoor ik wel vaker. Voornamelijk van jou wel, ja. Maar ik hoor het wel vaker. Oh, Roselia, easy kill. Volgens mij heeft Roselia helemaal niet zo'n hele goede stats. Alhoewel, het was ooit natuurlijk wel Final Evolution, dus... Ja, maar toen was het ook een ruk Pokémon. Ik vind... Nee, het is eigenlijk nooit... Als je er echt over nadenkt, is het nooit een Final Evolution geweest. Want... Oh nee, het was ooit een basic. Ja. En toen daarna, toen kwam direct Bidou en... Roserade. Precies. In Gen 4 zeker, ja. Ja. Faint Attack 60. En Bite doet 60, maar flinched. Maar dan doe ik wel voor Beat-up. Nou, ik had ook voor Smog kunnen doen. Alhoewel, Poison... kan nog handig zijn. Ja. Oh, ik mag Tyrant niet meer gebruiken. Die is level 37. Oh, nee, dan nog... Nee, 39 nog steeds. Sorry. Ja. En hij mag 39 zijn, hè. Hij mag alleen geen 40 zijn. Ja. En voor de volgende gym is het 42. Dus dan hebben we weer niet zo heel veel spelers. Wauw. Maar dan komt hij er waarschijnlijk ook echt recht achteraan, zeker. Bijna. Of wel, dat ja. Niet. Je moet door een woestijntje lopen en dan kom je weer naar Lumio's en dan moet je in die Eiffeltoren, zeg maar, tegen... Oh, maar je kunt toch gewoon vliegen naar Lumio's? Of is dat niet de volgende? Jawel, alleen ik denk dat het de bedoeling is dat je van de andere kant komt. Volgens mij kan je dat niet op die manier doen. Oh, oké. Ik denk omdat ik net Fly heb gekregen, ik denk, nou, dat moet vast lukken. Oh, ik heb trouwens waarschijnlijk helemaal geen Pokémon die Fly kan. Nice. Want ik heb geen Flying Pokémon. Alhoewel straks met Garchomp. Die kon ook vliegen in de anime, dus. En anders moet ik toch voor Flycon gaan. Heb jij geen enkele Fly Pokémon in jouw team? Yep. In jouw box ook niet, bedoel ik? Nee. Ja, Scatterbug. Maar dan moet ik die eerst evalueren. Ja, maar ik weet ook niet of Vivion Fly kan, hoor. Het is een bug. Ik ga checken voor je. Oké, ja, waarschijnlijk kan het dan weer niet. Nee, ik heb volgens mij geen Flying Pokémon, hoor. Big oef. Oh. Nee, hij kan geen Fly. Welke Pokémon kan wel Fly? Dan kan ik zeggen of ik die heb of niet. Ja, dan moet ik die hele lijst wel opdoen, zeker. Ja, nee, dat was ik een grapje. Weet je welke Pokémon Fly kan? Pidgey. Ah nee, doe dat niet zo. Pidgey is het. Heb jij geen combi in jouw box? Ik denk nee. Dat... Had ik die ergens kunnen vangen? Ja. Route waar? 4 dacht ik. Oh, dan dacht ik toen waarschijnlijk... Ah, die bug types. Maar die heb ik vast niet nodig en nu... Ik wou zeggen, je hebt Fly, dus je kan er even naartoe, maar dat is het hele probleem. Nope, ik ben gesoftlocked. Nou, dat denk ik niet. Wat trouwens ook echt naaiend was in... Ja, dat zei Justin ook nog, van dat je zo hard genaaid was. En jij kwam nog best ver terug, hè? Je kwam gewoon helemaal terug, eigenlijk. Hoe doe je? In de game, in die crystal bingo, kwam je gewoon nog helemaal terug, terwijl je zo dik achter stond door die softlock. Ja, oh zo, ja. Ja, want daar... Jij had echt bijna 2 gyms verslagen toen ik... Toen ik een beetje op gang was met die Moltres, denk ik. Toen ik net begonnen was. Ja, je had natuurlijk best wel geluk want dat je de Moltres had, zeg maar. Ja, dat is... Dat heeft me sowieso geholpen, maar alsnog. En die leppers die jij fucking snel tegenkwam. Ja. Ja, klopt.
Dus wanneer ga je die met, hoe heet ze doen? Met Babushka? Daar heb ik nog niet afgesproken. Ah, ik hoop snel. Ja, dat was echt leuk. Dat zorg ik wel. Ik vind het ook leuk om te kijken, namelijk. Mm-hmm. Ja, het is ook best wel interessant om naar te kijken, denk ik. Ik zal wel jou een bericht sturen als ik hem gepland heb, zeg maar. Ja, ja, zeker doen. Ik ben seated. Door Jumpluff. Maar hij is neer, dus dat maakt niet uit. Wacht, Jumpluff is al de leader, of niet? Ja, 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 ik ben nu bij de leader. Dat zou je zeggen? Zou ik dat zeggen? Ja! Dat heb ik... Zo. Vergeten of niet gehoord? Ik heb het zelfs twee keer gevraagd. Begin heb van ik deze aflevering? Ja? Ja, 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 dat heb je gezegd, zeker. Het staat op... Oh, dan ben ik het vergeten. Oeh. Oh, dat is natuurlijk super effective. En nog een lead sheet. Oh. 12 HP. Oké. Okay. Ja, maar was ik gelijk eerst? Dat is de echte vraag. Ja, oh ja, ik was wel eerst natuurlijk, ja. Oké. Okay. Ja, ga ik dit risken? Risk it for the biscuit. Als hij nog een keer Earthquake heeft en ik heal en hij heeft een crit, dan ben ik sowieso neer. Dus misschien... Ja, maar Fire Fang kan missen, hè? Dat is het een beetje. Ja, dat is wel gewoon, ja. Ik ga naar Tyrant, want daar is een grasaanval not very effective. Welk en als hij ground doet, kan die 37. Dus dat kan hij wel tanken. Is hij nou nog een Tyrantrum dan? Nee, ik weet ook niet wanneer hij dat krijgt, joh. Wel bijna als. Oké, hij deed 40 damage, dus dit zou ik moeten... Hij doet nu wel takedown, maar dat is not very effective, want ik ben rock. Hé! Hey, alles komt goed uiteindelijk. Met rotse bestanden. Behalve als dit niet killt. Ah, het killt wel. Dat dacht ik al. Ik dacht al in de geel, dat moet wel. Oké. Okay. Squirtle is level 40, dus die mag ik niet meer gebruiken. Nou, was ik dat sowieso niet van plan. Bij een grasgym. Nee, precies. Dus... Het vervelende is dat ik dan ook niet veel trainers en zo kan verslaan, want dan mag ik hem straks ook weer niet gebruiken. Ja, dat ja, weet je, dan moet je tegen een elektrische gym, dan ga je hem ook niet gebruiken waarschijnlijk. Oh, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Of heb ik dat fout? Ja, nee, de Clement was in de anime wel zo'n electric boy. Nee, ja, ik weet dat dat was ook, maar dat jij hem gaat gebruiken of niet? Oh, nee, dan waarschijnlijk niet. Hey, en dan heb ik ook een ground type, hoop ik. Met nadruk op hoop ik. Ik heb gym leader gras verslagen. Ik Ramos, weet niet hoe die heet. Volgens mij, Ramos. Ramos. En ik heb een plant badge. En er zit een druppel op. Dat ze die niet eventjes van die badge afvegen. Wat teleurstellend dit. Nou Sander, als jij er klaar voor bent, dan gaan we de aflevering beëindigen. 3, 2, 1. Ja. Iedereen, heel erg bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Vergeet zeker niet op het kanaal van Sander te abonneren. De link staat in de beschrijving. En dan zie ik je heel graag de volgende aflevering weer. Ik heb nog maar één ding te zeggen. Dat is adios, amigos.